Hallo mensen, vandaag heb ik natuurlijk wel receptenboekjes, wil ik natuurlijk wel laten zien. Ja, het gaat natuurlijk om lekker eten. Perfect, laat ik je, geef je een kleine samenvatting. Maar altijd kan zien natuurlijk plaatjes van, dus gewoon nog foto's van lekker eten die je zelf kan maken. Is natuurlijk niet zo moeilijk, ze gaat op basisrecepten. Nou, hier zie je dan de sausjes. Je kan maken verschillende sausen, kan je variëren. Het mooie is dat je kan gebruiken voor verschillende gerechten. Nou, hier zie je bijvoorbeeld gegrilde spiesjes in chashu saus. Chashu is dan, normaal gesproken wat je in een Chinese restaurant is de chashu saus, maar gebruik ze heel vaak in de Cantonese keuken. Nou, kipdijfilet in kung pao staal. Dus de kung pao kip ken je vast wel. Zo'n licht pittige kip, maar wel lekker gekruid. Dat is gewoon lekker hartig. En dan heb je ook weer gemengde champignons in oestersaus. Ik ben zelf fan van shiitake. Je hebt ook kastanjepaddenstoelen, die zijn ook lekker. En oesterswammen. Wauw. Wat ik helemaal zie, de sausje die ze hebben gebruikt, is de oestersaus en de chiliolie. En de gegrilde schelpen met witte wijn en pruimensaus. Ik heb het nooit zelf gemaakt, maar ik zou het wel willen maken. En natuurlijk, low budget. Ja, denk aan de kosten natuurlijk. Gegrilde biefstuk. Dat lijkt me pas wel lekker. Want allereerst wat je moet doen, staat erbij dat je moet marineren. 4 minuten biefstuk ga je marineren. En volgens ga je zelf nog een sausmixje maken met premium oestersaus en de rozemarijn. Oestersaus, vrijgehakte rozemarijn en vrijgehakte ui. Nou, dat is eigenlijk niet zo simpel marineren. Nou, dat kan ik sowieso wel. Maar het gaat ook om jullie natuurlijk, dat jullie het zelf kunnen maken. De oosterse dressing voor komkommer en tomatensalade. Die heb ik een keertje gemaakt. Die bevalt het wel. Heel erg lekker, zou ik niet zeggen, maar het is wel lekker. Want heel erg lekker is natuurlijk, klinkt heel, heel, heel overdreven. En gegrilde filet à la menu. Portobello champignons. Klinkt heel erg luxe. En dat is het ook. Doe, als je uit eten gaat, dan kost het ook best veel geld. En als je het zelf kan maken, dan scheelt het weer. Dus op zich, ja, duur, dat valt op zich wel mee. Maar toch gooi je best wel mee wat ervan te maken, toch? Lekker koken. Ja, ik hou zelf van koken. Dus ja, ik ga alle recepten proberen. Nou, zal ik even nog wat interessante dingetjes voor jullie beraden. Een heerlijke snelle kimchi salade. Ook zo natuurlijk voor een pittige salade. Die heb ik ook geprobeerd. Ik probeer bijna van alles. Natuurlijk wat simpele gerechten. Natuurlijk niet zo lang hoeft te doen. Want echt lang in de keuken staat, dat wil ik ook weer niet. Maar gelukkig zijn er deze recepten duur dan niet zo lang. Gerelde eetwist met chili pepers. Lekker pittig. Hou je van lekker pittig. Zo zou ik echt voor Aziatisch eten gaan. En natuurlijk gekruid. Aziatisch wil ik wel gekruid. Het barbecue tijgergarnalen. Wie houdt er nou niet van heerlijke seafood? Garnalen, lekker die sappige grote garnalen. En dan hoeven we natuurlijk niet veel moeite te doen. Het enige wat je staat, marineren, die dressing doe je maken. En grillen duurt dat 3 à 4 minuten. En dat valt op zich wel mee om dit zo goed te maken. En lekker muiskoffie. Lekker plaatjes, hè. Fantastisch, dat is ook best wel leer zo. Ik bedoel, door recepten te volgen leer je ook eigenlijk stapsgewijs om te koken. Want recepten zorgen dat je volgens de stappenplan gaat werken. En volgens breng je het tot een eindproduct. Ik zie koken eigenlijk het recept natuurlijk als een stappenplan om het eindproduct uit te brengen. En elke keer natuurlijk als ik bepaalde recepten heb gevolgd en het is gelukt, natuurlijk ben ik heel blij. Dan zie ik het als een eindproduct dat geslaagd is.
geef ik natuurlijk mezelf een schouderklopje. Als er genoeg recepten, ik zou zeggen, maak gebruik van recepten als je echt wilt koken. Want het zorgt ervoor dat je stapsgewijs leert koken. En dan zie je weer het overzicht van alle sausen. Maak gebruik van sausen of maak het zelf. Want je hebt standaard in potjes te koop. Ik zou zelf, als je echt niet veel tijd wilt verspillen om die saus te maken, moet je gewoon of uit potjes halen. Maar als je het zelf maakt, dan scheelt het weer wat cent. Dus ja, probeer het zelf.